Ik hoop dat het een beetje gelukt is. Ik hoop die 4000 man zo direct dat hij het warmer heeft als ik. Straks ontploft hij. Goed gelukt, hè? Ik vind het echt leuk. Hij ziet het. Hij heeft ook op een natte grond geslapen. Zie je dat, vriend? Luister, ja, weet je het. Het is een filmpje, Geert. Dit is nou leuk. In je tuin. Tot morgen vroeg, hier op het plein of in de kroeg. Zing naar het volle bos, wat kan jou schelen? Zing maar dan zoveel. Ja jongens, hallo, leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Nou, wat heb ik gedaan van de week? Ik heb heel veel gedaan. Ik ben even schagen geweest, even lekker uit eten geweest. Ik heb in Rossum opgetreden, was ontzettend leuk. Was in de feest, het was niet normaal publiek. Live met de band was... Ja, top sfeertje. Alles was top geregeld. En Gerard werd er heel blij van. En de mensen gelukkig ook. Daarna heb ik ook nog opgetreden. Nee, wat hebben we nog meer? De afgelopen week hadden we bij... Al wat een jaar zat ik met Danny in het team. En ik was een beetje half verkleed als Boy George. Want het ging natuurlijk om de jaren 80. Was ontzettend leuk. Tijdens de opnames veel gelachen. En wat hebben we nog meer gedaan? Ik heb nog optreden gedaan in Encore. In Scheveningen. Nou, daar sta ik heel vaak. En dat is altijd een fantastisch sfeertje. En ik had mijn vriendinnen Wendy en Jolanda mee. En we hebben daar heerlijk sushi gegeten. Dus dank daarvoor, lieve mensen van Encore. Ook bedankt voor de gastvrijheid. Ook daar is top geregeld. Publiek uit de pan. Helemaal te leuk. En ik zou het bijna vergeten. We reden langs een kleine kerstmarkt in Scheveningen. Vanaf de Encore. En daar zijn we ook nog even geweest. Maar het was zo overweldigend. Zo waren we echt helemaal flabbergasted. Wat is dit nou allemaal? Te leuk. Nou ja, en voor de rest zijn we heel druk bezig met de voorbereiding voor ons album. Dit ben ik. Ja, ik voel me voor de rest hartstikke prima. Dus ik zou zeggen, jongens, blijf lekker kijken naar mijn vlog. Dit is de laatste uitzending van Oh Wat Een Jaar met Chantal, met Ruben. En ik ga zo direct eventjes, als dit. Het is jaren 80, dus ik ben als Boy George. Soort van, ik hoop dat het een beetje gelukt is. Muziek en dans. Dat is Natasja Lammers, hè? Nou ja, we kennen al haar dansers en danseressen wel uit de clips. En een nieuwe combinatie voor dis, jockeys, rappen en scratchen. Tegen wie gaan jullie spelen vanavond? Hoor staan. Team captain Gerard Joling en zijn gast Danny de Meun. Ontzettend genoten. Wat een schatten van mensen zijn er. En ongelooflijke professionals. En ik ben ontzettend blij dat ik die pruik al af heb. Zo trek ik even de make-up eraf. En ons weer voorbereid op andere mooie dingen die er gaan aankomen. Dus ik ben eigenlijk wel een heel blij en tevreden mens. Waar lopen we nou heen, jongens? Ik hoop dat jij dat is. Hier. Maar dan, ja. Ik weet het niet nooit daar. Nou, en wij nemen naar, wat gaan we doen? Naar Rossum, hè? Rossum, ja, klopt. En naar Rossum. En dan sta ik live met de band van Xander de Buzzelier. Die treedt er ook op. En die staat er dan nog meer? Bella Perez. Nou, dan gaan we gezellig naar Rossum. Wat is de feesttent of is het een bedrijfsfeest? Feesttent, ja, ja. Het is nooit geweest, een scheetje dit is geweest. Moeten goed, dus heel graag gedaan. Ik gooi hem zo aan de kant en dan super. Kan jij dankjewel. Wachten op je. Even goed zo. Fijne avond. Dankjewel. Aardig, sympathiek ventje. Ja, dat zeker.
kan die 4000 man zo direct dat hij het warmer hebben als ik. Of is er een stop gesprongen? Het is nee. Echt koud, hè? Het is echt koud, laat erom. Is onze geluidstechnicus een van de chicste. Ongelooflijk. Ik weet niet wat die vrachtwagen vervoert, maar we zitten zeker al 10 minuten. Iemand die 20 km per uur rijdt en we kunnen er niet langs. Of er zit een hok met de meijers in, of er zitten te veel kippen in. Maar hij staat bijna stil nu, joh. Wat denk je wat er aan de hand is, Mark? Ik denk dat hij dronken is. En het niet meer weet. Nou, dat kan toch? Dat is helemaal levensgevaarlijk. Hey, die auto gaat denk ik straks stilstaan langs de kant van de weg. Ja, die heeft pech. Ik denk dat hij hem helemaal... Ja, nou, zie je nog aan zijn lamp aan. Kan dan. Ja, oh ja. Die redt het niet. Ach jee. Straks ontploft die. Het is Den Haag, hè? Zijn we wel. Mannen van een goed leven. Kijk eens eventjes. Is goed gelukt, hè? Ik vind het echt leuk. Hij zie het. Hij heeft ook op een natte grond geslapen. Zie je dat, vriend? Luister, ja, weet je. Die pop is op Instagram van jullie. Ja, luister. Dan zingen we nog een keer heel kort. Hoe lang zal ze leven? Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. Dit is het moment. Als je een loopt, dan moet je zo verliezen. Filmpje geeft. Lunch with the Stars, nou, dat is niet te geloven. Heerlijk. Die sushi zijn knapper als een ster. Dat ziet er echt fantastisch uit. Ja, echt heerlijk. Superleuk. Encore, hartelijk dank. Heerlijk.
pepersteen. Super. Helemaal leuk. Dat is ook wel leuk. Kerstmarkt in Den Haag, Scheveningen. Hoe leuk is dit? Hoi hoi. Ja, het is erg Amerikaans, hè? Het is een beetje Disney World-achtig. Ja, ik vind het toch leuk om even te kijken, hoor. Wauw, kijk, dit is nou leuk. In je tuin. Ja, dat vind ik ook leuk. Niet zo overdreven groot. Wow. Ja, dit is leuk. Ik vind dit al veel mooier dan jullie. Ja, die vind ik ook wel mooi, hoor. Maar die vind ik ook leuk. Als je dan een paar van die dingen in je tuin hebt, dan is het... Enig. Ja, dat vind ik ook geinig. En dan een beetje ongelijk ophangt. Je weet, je kunt me ook volgen op Instagram. Instagram Story, Facebook, Twitter en natuurlijk ook TikTok. Nou, heb je nog een leuk idee of je denkt van... God, Geer, dat zou ik wel eens willen weten. Of dat zou je eens moeten doen. Laat het me weten. Dan zou ik zeggen tot de volgende keer. En bedankt voor het kijken. Dikke knuffel van Geer. Doei!